Graven. Eloïse 20 is binnenkort te zien in het programma In Your Face, waarin wordt getest hoe sociaal Nederland is. In een fragment van de aflevering is te zien hoe Eloïse, die dan nog niet weet dat ze gefilmd wordt, door verborgen camera's ingrijpt in een vermeend racistisch gesprek. Dit is toch echt, sorry, het spijt me, maar dit is zo racistisch. In de aflevering voeren twee acteurs een gesprek over het nieuwe vriendin van een van hen, een zwarte vrouw. De andere man is het niet eens met deze relatiekeuze. Je gaat toch niet met een zwarte, zegt ze. Zegt hij onder meer. Nou, een heel krantartikel van de ANP, RTL, over de Gravinfluencer. Zullen we eens even kijken wat dat dan voor een dingetje is. Ik kijk normaal dit soort meuk allemaal niet. Maar laten we eens even kijken wat er dan nu weer voor een of andere achterhandse PR-campagne opgezet moet worden. Om mensen in een goed daglicht te zetten. Terwijl je deugend over kan komen. En meteen ook een beeldschets hoe het dan is. Hoe racisme werkt of zo, weet je wel. Met iedereen die elkaar racist noemt, dan ben ik wel benieuwd dat deze mensen. Die schijnbaar zo expert zijn op het vlak van wat racisme inhoudt en op wat voor niveaus dat allemaal speelt. En hoe dat dan in het echt ook daadwerkelijk zijn uiting geeft. Ben wel benieuwd. Het is echt waarschijnlijk een super sociaal experiment. Hey, wat vlug je me nou, joh? Hey, je komt met de zwarte aanzetten. Kun je toch niet maken? Wat is er nou? Ik denk, je maakt een grapje, kom je ineens met een zwarte op te proppen. Je weet toch wel hoe ik erin sta? Wat denk je wat papa en mama hiervan vinden? Als iemand dat tegen mij zou zeggen, ik zou helemaal de gat verlachen. Wat zeg je nou? Kom je met een zwarte opproppen? Ja man, dat is hoe racisme klinkt inderdaad. Ja. Dat is hoe racisme werkt hier in Nederland. Ik heb al best wel wat racistische mensen meegemaakt die gewoon echt diep in racistisch zijn. Dit is niet hoe ze spreken, dat kan ik je nou ook al wel vertellen. Ten eerste, wat zitten mensen allemaal te eavesdroppen? Huh? What the fuck? Dit is zo fucking gespeeld. Dit is echt verschrikkelijk. Als mensen dat niet zien, dit is toch een onnatuurlijk gesprek, maar fijn. Waarschijnlijk hebben de mensen die er betrokken bij zijn normaal geen echte gesprekken meer met mensen. Kan ik me voorstellen. Tegenwoordig is dit ook niet heel meer gewoon dat mensen echt een gesprek hebben of zo. Kom op, doe eens een beetje. Wat moet zij met jou? Ik vind het echt gênant. We hebben te laat gelopen. Ik ga. En nu weg. Ja. Jongen, jongen. Nou, ik bel hem wel even, want op deze manier is het niet leuk. Kan je nog even terugkomen? Want dit hele item is ook niet alleen gemaakt om die Gravinfluencers PR-team tevreden te stellen. Nee, het is allemaal super authentiek. Zoals alle dingen van NPO altijd super authentiek zijn. Dit is uit te praten. Ja. Het enige sociaal experiment is wat ik zie is de mensen die dit in elkaar zetten en denken dat dit een reflectie is van de maatschappij. Het is niet leuk zo. Hoezo bel je mij? Yo. Wat wil je? Ga even rustig zitten. Hoezo? Ga even rustig zitten. Ja, dan hebben we het er even over. En dan? Ja, zij voelt zich hartstikke naar nu. Kom op. Laat ik mijn super racistische broer uitnodigen in een publieke situatie tegenover dat zetten wat hij het meest haat. En laten we dat in het publiek gaan uitvechten. Ja joh. Oh man. Het is echt, ja. Wat echt racisme is, is mensen die 101.000 miljoenen allerlei redelijk klinkende excuses gebruikt waarom zij niet in de buurt zouden moeten komen of iets moeten doen met iemand van een andere cultuur of ras. Want ras is sowieso maar gewoon een sociaal construct wat mij betreft. Niet iemand die gewoon zegt, ja, jij moet weg, want jij bent zwart. Het is godverdomme begin 1900 of zo. Er zijn nog tenminste ergens gekomen. Vooral in Nederland hier. Vooral in Nederland. Het is hartstikke tolerant hier. Hier heb je alleen maar casual racisme en onderbakse racisme. Niet in-your-face racisme. Dat heb je zelfs in Amerika niet eens meer. De plekken waar ze nog het meest racistisch zijn, dat zijn dan de plekken waar ze het meest tolerant zijn. Omdat ze daar al langer met allerlei diversiteit te maken hebben. Maar ja, enfin. Een beetje zacht houden. Het is absoluut geen PR voor de Gravinfluencer. Absoluut niet. Nee joh. Nee joh. Dit is gewoon toeval. Dit is gewoon allemaal opgezet. Zodat zij
spontaan in actie kon komen. En ze heeft precies in de val getrapt die we haar voor haar hebben uitgezet. Wat is hier gaande, mensen? Wat is dit voor neppe kut-PR-campagne, jongens? Jezus Christus. En dan ook nog eens een keer... Dit noemen ze een sociaal experiment. Kerel, dit is een sociaal wanstalte, dit. Kerel, zelfs als een fucking toneelspel zou het niet eens doorgaan. Dit is gewoon, ja... Dit is vreselijk. Dit is niet eens deugend. Hè? Je loopt en mensen in de zeik te nemen en je doet een racistisch toneelspel. En je bent gewoon keiharde PR-campagne voor al een fucking koninklijk familie aan het doen op de NPO-campagne, wat volgens mij volks-tv zou moeten zijn. Maar ja, kan hem eindigen.